Kan je mensen die om een of andere reden niet kunnen komen, ziek of weet ik, er zijn duizend redenen, geef je hen de mogelijkheid om het nog te zien, vaak ook opgenomen of zo? Hè? Zijn jullie geïnteresseerd van de mensen die dat. En er zijn een aantal mensen die gereageerd zijn, veel mensen hebben gereageerd, ja, ze zijn daar zeker geïnteresseerd. En dan waren er een aantal bij, ja, we zijn niet meer zo mobiel. En dat is gewoon een mogelijkheid om dat te volgen. Ja. Dat vind ik wel een reden, want dat is. Ja, voor velen is het samen zijn natuurlijk ook belangrijk, maar ja, als je de twee. Tuurlijk.
Goedenavond allemaal. We sluiten vandaag ons eerste semester van ons werkjaar 2021 af met een lezing over China. China is de laatste tijd in het nieuws gekomen door de corona-epidemie. Maar China is ook een economische grootmacht. Wordt een politieke grootmacht, wordt misschien een culturele grootmacht. Want op het EK, TikTok, is een Chinees bedrijf. En we hebben iemand uitgenodigd die jarenlang de VRT-correspondent was in China, Stefan Blommaert, die ons uit de doeken gaat doen, wordt China een wereldmacht? Graag het woord aan Stefan Blommaert. Dames en heren, goedenavond. Ik ben zo blij dat ik weer eens een lezing mag geven. Het is 8 maanden geleden, geloof ik. Dus heel aangenaam, ondanks het feit dat het natuurlijk via deze afstand moet, maar toch heel blij dit te kunnen doen. Ik ga beginnen niet met China rechtstreeks, maar met een aantal gebeurtenissen in Europa. Een dikke week geleden, de G7 in Cornwall in Groot-Brittannië. En een dag later de bijeenkomst van de NAVO met Joe Biden in Brussel. En de dag daarop Europese bijeenkomst, ook in Brussel, met Joe Biden. En het gemeenschappelijke van die 3 vergaderingen, dat was, ja, precies, dat was China. China als de grote boeman van die 3 grote, belangrijke westerse organisaties. Waarom de boeman? Wel, er zijn zeer veel redenen voor. Dat is al begonnen onder Trump, die eigenlijk problemen had met China, vooral om economische redenen, omdat hij eigenlijk vreest dat China technologisch de Verenigde Staten gaat inhalen en de nummer 1 gaat worden na de Amerikanen. En dat heeft zijn gevolgen gehad met sancties, met heel grote spanningen met de Chinezen. Maar nu zijn ook die andere organisaties, Europese organisaties, daarop gesprongen, problemen met China. En het is ongelooflijk om te zien op welke vlakken zich dat allemaal afspeelt. We gaan eerst eens even kijken naar een filmpje dat op het eerste gezicht niet veel met spanningen te maken heeft. Do you know why the Phoenix sits on the right hand of the Emperor? She is his guardian, his protector. That she's both beautiful and strong. Your job is to bring honor to the family. Do you think you can do that? Ik weet niet of u deze film kent, dat is Mulan. Een film die vorig jaar is uitgekomen, een remake van een tekenfilm uit 1998 over een Chinees meisje, heel lang geleden, die in dienst van de keizer ging vechten tegen de barbaren, tegen de noordelijke volkeren. Maar we gaan het niet over die geschiedenis hebben en over de film zelf, maar over de kritiek die er is geweest op Disney, de Amerikaanse, de Hollywood-maatschappij die deze film vorig jaar uitgebracht heeft. Waarom? Omdat deze film gedeeltelijk was gedraaid in Xinjiang. En Xinjiang, dat is die westerse provincie in China, waar de Oeigoeren volgens veel mensenrechtenorganisaties onderdrukt worden, waar mensen naar gevangenenkampen gestuurd worden. Niet alleen ging het over Xinjiang, maar het ging ook over Hongkong. Want het hoofdpersonage van deze film heeft op een bepaald ogenblik uitspraken gedaan over Hongkong en heeft gezegd dat zij eigenlijk het optreden van de politie tegen de manifesterende studenten steunde. Dat heeft tot een golf van protest geleid op het internet tegen deze film, ook tegen Disney. Dus je ziet Mulan, zoiets onschuldigs, eigenlijk een soort van kinderfilm, maar die politieke, geopolitieke repercussies heeft en ook repercussies op een groot deel van de wereld. Dat is China. China, dat we vooral kennen door een aantal stereotypen of een aantal achterhaalde ideeën over dat land.
Ik ga een paar voorbeelden daarvan geven. Ja, de armoede in China. Hè. En daarachter, hè, u ziet daar op de achtergrond van deze foto de nieuwe gebouwen die ze bezig zijn met op te trekken. En daaronder de arme mensen. Het lijkt wel een foto uit India. Nee, dit is China. Dus de grote kloof tussen arm en rijk. Dit, made in China. Als u nu in de zaal zou zitten, dan zou ik u vragen van, waar doet u dat aan denken, hè? Made in China? Goedkope rommel, hè? Dat is wat ik dan meestal hoor als antwoord. En ja, inderdaad, heel veel producten, zeker vroeger uit China, goedkope rommeldingen die heel snel kapot gaan. En ja, China, groot land, met heel veel werkkrachten, 1,4 miljard inwoners, dames en heren. Dat is iets wat u altijd in het achterhoofd moet houden als we praten over China, maar dus ook een heel groot land. En de fabriek van de wereld. Daar wordt alles gemaakt, pas op, vooral westerse producten van westerse bedrijven die dan weer uitgevoerd worden over de hele wereld. Dus fabriek van de wereld, China, maar land dat eigenlijk voor de rest vooral kopieert. Dat is het idee dat we heel lang hebben gehad over China. En dan, ja, dit kennen we ook, de smog in China. Een verschrikkelijk vervuild land. Nu, al deze zaken, al die foto's, die hebben een vorm van waarheid. Maar ze spreken maar de halve waarheid. En ze zijn eigenlijk in mijn ogen vooral achterhaald. En daarom gaan we proberen om vanavond uit te zoeken hoe China vandaag in het echt is. En hoe die stereotypen eigenlijk voor een groot stuk niet meer kloppen. Eerst heel kort. Een beetje geschiedenis. U weet allemaal wat dat de Chinezen allemaal hebben uitgevonden. Hè? Het buskruid, het kompas. Trouwens, wat u nu hier op het scherm ziet, dat is een historisch kompas van 2000 jaar geleden, uitgevonden door de Chinezen. Zij hebben de boekdrukkunst hebben zij een belangrijke bijdrage aangeleverd, het papier enzovoort enzovoort. Dus de Chinezen hebben eigenlijk heel veel verwezenlijkingen op hun naam staan doorheen de geschiedenis. We kennen ook de zijderoute allemaal, hè. Dat hebben we geleerd in de geschiedenislessen, dat er zo'n belangrijk handelstraject bestond tussen China en Europa, waar niet alleen zijde werd verhandeld, honderden, duizenden producten die in twee richtingen gingen. Dus zelfs al 2000 jaar geleden was China een zeer belangrijke speler in de wereld. En dat is allemaal verloren gegaan in de vorige eeuwen, of in de vorige eeuwen. Want China werd plots een paria of een land dat compleet verpauperd was. Nochtans, een aantal zaken die we geleerd hebben op school, dat herinneren we ons nog, zoals die uitvindingen. Maar een aantal zaken, verwezenlijkingen van de Chinezen, kennen we helemaal niet. Ik weet niet of dit u iets zegt. Wel, helemaal van onder ziet u een schip dat u misschien wel kent. Dat is de Santa Maria van Christoffel Columbus. Dames en heren, bijna 100 jaar daarvoor, 80 jaar eerder, heeft Zhang He, een Chinese zeevaarder, de kusten van Azië verkend en is tot in Afrika, tot in het Midden-Oosten geweest met zijn vloot. Niet van 3 schepen, zoals Christoffel Columbus, maar met 300 schepen. En de verhoudingen die u daar ziet, die kloppen. Dus dat was het scheepje van Christoffel Columbus in 1492. En wel, 80 jaar daarvoor, in het begin van de 15e eeuw, ging onze Zheng He met zijn admiraalschip en nog meer dan 200 andere schepen de kusten afvaren om aan diplomatie te doen, om handelscontacten aan te knopen enzovoort. En dat is iets wat de Chinezen vandaag de dag nog altijd met veel enthousiasme vertellen van wij zijn groot geweest. Jullie in het Westen kijken vaak op ons neer, maar wij hebben heel wat verwezenlijkingen op onze naam staan. Hè. U ziet het hier, tot in Mekka is die Zheng He geweest, tot in de straat van Hormuz, tot in het huidige Kenia hier. Dames en heren, dat is maar een klein voorbeeldje van wat de Chinezen doorheen de geschiedenis allemaal betekend hebben. Dit zijn de Chinezen vandaag. Dit is één voorbeeld van waartoe zij in staat zijn. Zij hebben in de grote Pearl Rivier
die uitmondt in de Zuid-Chinese Zee. Daar hebben zij een brug gebouwd, dames en heren, houd u vast, van 55 kilometer lang. Een brug met in het midden een tunnel. En die vormt de verbinding tussen Hongkong en het Chinese vasteland. Ze hebben die brug gebouwd in 8 jaar tijd. En ik weet niet, ik denk dat het Centraal Comité of het Politbureau van de Communistische Partij er enkele maanden over gedaan heeft om een beslissing te nemen over de bouw van die brug. Dames en heren, ik ben van Antwerpen en ik weet dat er soms lang kan worden gediscussieerd over bruggen en tunnels. Wel, de Chinezen doen het gewoon. Oké, ik weet dat dat heel gemakkelijk is, heel plat, want wij leven in een democratie en in China heb je dat helemaal niet, daar gaan we het straks over hebben. Maar dit is om maar één klein voorbeeldje te geven van waar de Chinezen op dit ogenblik staan. En we gaan daar straks nog veel meer voorbeelden van geven. Maar eerst gaan we eens kijken naar wat de Chinezen buiten hun eigen land doen. Ik ga u een aantal foto's laten zien. En u moet maar proberen, zelf in uw huiskamer, te achterhalen wat de grote gemeenschappelijke deler is van die foto's, wat er gelijk is aan die foto's. Dat is een winkelcentrum, hè? Een shoppingcenter. Dit is bijvoorbeeld dat van Weinigem of van het Waasland. Dit is de Jupiler Pro League. Dit is Swissport, dat is zo'n bagageafhandelaar die intussen failliet is. En dit is een haven. Enfin, we gaan direct eens bekijken wat het gemeenschappelijke is. Wil u antwoorden aan al deze dingen? China, Chinese investeerders. Dit is de haven van Piraeus. In de haven van Piraeus zijn de Chinezen al in het vorige decennium begonnen met het bouwen van terminals. En toen de economische crisis ontstond in 2008 en daarna de tweede economische financiële crisis, hebben zij gewoon een meerderheidsparticipatie genomen in die haven. En de haven van Piraeus is vandaag gewoon Chinees. En eigenlijk zouden we dat ook kunnen zeggen van een aantal Belgische havens. Ook in de haven van Antwerpen hebben de Chinese terminals. De haven van Zeebrugge, daar hebben zij een van de grootste, de grote containerterminal, hebben zij sinds 2 of bijna 3 jaar volledig in handen. Swissport, een soortgelijk verhaal. Die bagageafhandelaar maakt deel uit van een Zwitsers bedrijf en de Belgische tak is failliet gegaan, maar het Zwitserse bedrijf bestaat nog altijd. En daar hebben de Chinezen een meerderheidsparticipatie in. Dus die bagage, tot Swissport failliet ging, elk stuk bagage dat u in Zaventem wegstuurde, daar ging een paar cent van naar China, naar de Chinese investeerder. De Pro League is niet in handen van de Chinezen, alhoewel AC Milan wel, hè. Dames en heren, AC Milan wordt voor een stuk beheerd door de Chinezen. De Pro League heeft een lange tijd zijn uitzendrechten, buitenlandse uitzendrechten, voor een stuk aan de Chinezen betaald. Want die was via een Italiaans bedrijf ook in handen van Chinese investeerders. Een paar kleine voorbeelden. En het laatste voorbeeld hier is dat van die shoppingcentra. Zowel dat van Weinigem shoppingcentra als dat van het Waasland zijn in handen van Chinese investeerders. Dus elk stuk dat u daar koopt, daarvan gaan een paar centen naar China. Dat maar om een idee te geven hier in België. Ik zou nog tientallen andere voorbeelden kunnen geven. Dit is één voorbeeld van hoe het niet gelukt is. Dat is Eandis. Eandis hebben de Chinezen ook proberen zich in te kopen voor 15%, als ik me niet vergis, enkele jaren geleden. Dat is mislukt, omdat de politiek en ook de staatsveiligheid zich daarvoor is gaan liggen. Omdat zij vrezen dat zo'n strategisch bedrijf in de energiesector, dat al was het maar voor 15%, in handen zou komen van een Chinees staatsenergiebedrijf. Dus daar is het niet gelukt. Maar in de rest van Europa, dames en heren, zijn er honderden, de afgelopen 10 jaar, honderden middelgrote en grote bedrijven in handen gekomen van de Chinezen. Ik kan
voorbeelden geven uit Frankrijk, uit Italië, luchthavens zelfs. In Frankfurt, niet de grote luchthaven, maar een kleine regionale luchthaven van Frankfurt-Haan is in handen van de Chinezen. In Groot-Brittannië, daar ziet u ongelooflijk veel van die bolletjes in verschillende sectoren, in de sportsector, in de energiesector, hier helemaal boven in Schotland ziet u een aantal windmolens en zonne-energiecentrales, die worden daar gebouwd door de Chinezen, of Chinezen hebben daarin geïnvesteerd. En in het zuiden, in Hinkley Point, bouwen de Chinezen zelfs mee aan een kerncentrale. Een kerncentrale, als er nu iets gevoeliger is dan een kerncentrale. De Chinezen zitten daarin. De Britten hebben daar blijkbaar veel minder problemen mee. Dus dat maar om u een idee te geven hoe wijdverbreid die Chinese investeringen zijn. En natuurlijk nu door corona en door ook binnenlandse beslissingen in China zijn de Chinese investeringen in het Westen wat aan het verminderen. Maar globaal genomen is dat eigenlijk een factor waar we voor de toekomst heel ernstig rekening mee moeten houden. En waar ook organisaties als de Europese Unie serieus over moeten nadenken, en ze doen dat ook, van moeten wij hen zomaar toelaten of moeten wij strikte regels stellen? En inderdaad, er wordt heel erg gewerkt aan die regels. Nu, dat zijn Chinese bedrijven of investeerders die naar hier komen, maar er komen ook steeds meer Chinezen, gewone Chinezen, naar ons als toeristen. Natuurlijk ook weer door corona. De laatste anderhalf jaar is dat niet meer het geval, maar daarvoor en binnenkort als corona achter de rug is, dan zal u het zien, gaan de Chinezen weer naar ons komen. En u moet de volgende keer, als u in Parijs bent, eens naar de Galerie Lafayette gaan. Ten eerste is dat een prachtig gebouw om te bezoeken, sowieso. Maar ik ga daar naartoe om te kijken, niet zozeer om te kopen, want dat is daar afschuwelijk duur. Handtassen, horloges, parfums enzovoort, maar van de meest luxueuze soorten, wel, daar ziet je, zoals op deze foto die ik zelf genomen heb, daar ziet je, ik weet niet hoeveel Chinezen met bussen worden ze daar aangevoerd, soms recht van de luchthaven Charles de Gaulle. En ze komen daar niet om te kijken, maar om te shoppen. Zoals u ziet hier links vooraan, die jongen met een heel aantal shoppingbags. En ook de anderen, ze komen daar nooit buiten zonder voor honderden euro's te hebben gespendeerd. Dan zal u zeggen, dat zijn dan die Chinese nieuwe rijken, hè, waar men het zo vaak over heeft. Nee, dames en heren, dat zijn niet de nieuwe rijken. Die hebben andere manieren om te shoppen. Dit zijn gewone middenklasse Chinezen. Gewoon, bestaat dat dan, middenklasse Chinezen? Ja. En nu zou ik, als de zaal voor mij zat, vragen van, hebt u een idee hoeveel procent van de Chinese inwoners tot de middenklasse behoort? En dan krijg ik meestal als antwoord, zo 10%, 15%, sommigen durven zeggen van 20%. En dan laat ik deze statistiek zien, deze grafiek. En dan ziet u in 2015... dat 25% van de Chinese bevolking al tot de middenklasse behoort. 25%. Terwijl dat in 1985 nul was. Toen in 1985, dat was helemaal het begin van de hervormingen die ik straks heel kort ga uitleggen. Toen waren er alleen maar arme Chinezen. Vandaag behoort al 25% tot de middenklasse. En nee, niet vandaag. 2015. En in China, dames en heren, telt één jaar voor 20. Alles gaat daar razendsnel. En dat heeft voor gevolg dat 5 jaar of 6 jaar die intussen al verstreken zijn sinds 2015, dat een eeuwigheid is. En u zal dat zien op deze grafiek. Want in 2020 waren er al 700 miljoen Chinezen die gerekend werden tot de middenklasse. Er zijn 1,4 miljard Chinezen. Dat betekent dat 50%, de helft van de Chinezen, op dit ogenblik al tot de middenklasse behoort. Dus dan kan u zich een idee vormen van hoe snel die samenleving is geëvolueerd. Armoede tot en met
in het begin van de jaren 80 en vandaag de helft van de bevolking die al tot de middenklasse behoort. En dan heb ik het nog niet eens over die superrijken. Hè? Want dat is... dat kunnen we ons zelfs niet voorstellen. Hè? Dat zijn geen miljonairs, maar miljardairs. En nochtans komt het land van zeer ver. Want toen Mao in 1949 de Volksrepubliek oprichtte, hè, na een lange burgeroorlog met de Chinese nationalisten van Chiang Kai-shek, toen China communistisch werd in 1949, ja, dat was een landbouwland. Hè. En Mao werd daar bij de verpauperde bevolking op gejuich ontvangen, enfin, al dan niet van moeders. Dat zien we aan deze massabetogingen met de heldenverering van Mao. Maar China was toen een arm boerenland, waar mensen, excuseert mij de uitdrukking, maar geen nagel hadden om aan hun gat te krabben. Hè. Dat was verschrikkelijk toen. En Mao wilde zo snel mogelijk zijn land verheffen en economisch beter maken. Waarom? Ja, om natuurlijk zijn communistische ideeën te kunnen verkopen en het vertrouwen van de bevolking te winnen. En hij keek daarvoor naar de Sovjet-Unie, naar Stalin. Want dat was een soort gelijke situatie. Enfin, de Sovjet-Unie was niet een landbouwland zoals China, maar Stalin had ook in de jaren 30 van zijn land, van de Sovjet-Unie, een industriële grootmacht gemaakt in enkele jaren tijd. En Mao wou dat ook. Dus op het einde van de jaren 50, ruwweg 10 jaar na de machtsovername daar, is hij begonnen met een campagne, de grote sprong voorwaarts. En hij wou in geen tijd wou hij het land industrialiseren. Wou hij fabrieken bouwen, wou hij wegen bouwen enzovoort. Nu, industrialisering, hoe begin je daaraan in een arm land zoals China? Wat heb je daarvoor nodig? Daar heb je grondstoffen voor nodig. In de eerste plaats, cement, dat hadden de Chinezen. Maar je hebt ook staal nodig. In de Sovjet-Unie hadden ze dat, hun eigen staal. China niet. Ze hadden geen geld om dat te kopen. Dus wat zei Mao? We gaan al het metaal dat we hebben in ons eigen land, dat gaan we smelten. En we gaan daar staal van maken. En dat is geen grap die ik vertel, hè. Want de chemici onder u zullen zeggen van, wat is dat voor nonsens? Dat gaat niet. Wel, Mao heeft dat gedaan. Hij heeft dus over het hele land, vooral het platteland, oventjes laten bouwen, zoals deze hier, waar hij de boeren verplichtte om alles wat ze hadden, deurklinken, lepels en vorken, landbouwwerktuigen in metaal, om die in die oventjes te gooien en daar iets van te maken. Eigenlijk waardeloos oud ijzer. Maar het gevolg was wel dat de boeren hiermee bezig waren. Ten tweede met politieke vergaderingen, bijeenkomsten. En geen werktuigen meer zelfs hadden om op het land bezig te zijn. En dat heeft geleid tot een geweldige hongersnood in China. Begin van de jaren 60. Dus die grote sprong voorwaarts, dat is een verschrikkelijke mislukking geweest. Dit zijn beelden van hongersnood. Zijn veel van dit soort schrijnende beelden. En toch bleef Mao aan de macht. In een normaal land zou zo'n leider aan de hoogste boom gehangen worden. Mao niet. Mao slaagde er via manipulatie en goede politieke intuïtie in om aan de macht te blijven. En zijn macht zelfs te versterken. En samen met zijn vrouw heeft hij enkele jaren later een nieuwe campagne op touw gezet. De grote proletarische culturele revolutie. En daarmee wilde hij de hele bevolking mobiliseren om zich in te zetten voor de opbouw van het communisme. En vooral deed hij een beroep op de jongeren, zoals te zien op deze beelden. Dat is, op de achtergrond zie je het Tiananmenplein, dat vol stond met jongens en meisjes van 16, 17, 18, 19, 20 jaar, die in Mao, die toen al een flinke zeventiger was, een held zagen. Hè? En Mao werd vereerd. Ze liepen rond met het boekje van Mao. Mao stuurde die studenten naar het platteland om de boeren te gaan helpen.
Nu, dat was het laatste wat de boeren nodig hadden. Hè. Die studenten, die jongeren, zorgden alleen maar voor chaos. Er waren lynchpartijen, want de culturele revolutie ging ook gepaard met grote repressie tegen iedereen die er niet 100% over dacht, zoals Mao. Heeft geleid tot chaos. Opnieuw hongersnood, opnieuw grote ellende. Waarom vertel ik u dit verhaal? Om een idee te geven van hoe onder Mao het economisch beleid was. Er was geen economisch beleid. Dus dat land dat zwalpte en dat was bijna net zo arm in het begin van de jaren 70 als bij de machtsovername in 1949. En bij de dood van Mao in 1974 moesten de nieuwe leiders belangrijke beslissingen nemen natuurlijk. Hè. Ofwel voortgaan op de lijn van Mao en blijven sukkelen, ofwel een nieuwe weg inslaan. En het is uiteindelijk Deng Xiaoping die gewonnen heeft, want er is een machtsstrijd geweest na de dood van Mao. Deng Xiaoping die heeft die strijd gewonnen, was ook een mens op leeftijd al, maar zeer, zeer energiek. En die heeft gezegd van, Mao, we hebben daar respect voor, maar heeft wat foutjes gemaakt en we gaan een nieuwe weg op. We gaan niet meer collectiviseren, we gaan geen bedrijven meer nationaliseren, we gaan de andere kant op. De andere kant daarmee wilde hij zeggen, we gaan de mensen opnieuw het recht geven om te ondernemen. Want dat mocht onder Mao niet, dat was strafbaar, daarvoor ging je naar een kamp als je zelfs maar een ei persoonlijk, privé, durfde verkopen aan iemand die daarom kwam vragen. Deng Xiaoping wilde dat ondernemerschap dat in de Chinezen hun bloed zat al eeuwenlang, via de zijderoute onder meer, hij wou dat ondernemerschap opnieuw naar boven krijgen. En hij gaf eerst aan de boeren het recht om een stukje van hun opbrengst te gaan verkopen op boerenmarkten, waardoor de markten weer vol lagen. De honger, die er begin jaren 70 al wat minder was, maar helemaal verdween. En de productiviteit ook in de bedrijven weer begon te stijgen. En dat heeft gevolgen gehad in de jaren 80. Overal in het land, maar vooral in het oosten van China, aan de kust daar, had je nieuwe initiatieven, begonnen mensen met kleine bedrijfjes. En dat mocht allemaal. En Deng Xiaoping ging ook westerse bedrijven aantrekken. Westerse bedrijven om daar aan de oostkust, waar ze gemakkelijk met hun schepen konden aanleggen, aan die oostkust mochten zij een bedrijf oprichten, dat laten functioneren met goedkope Chinese werkkrachten. En dan de producten die ze daar vervaardigden, mochten ze verder verdelen over de rest van de wereld. En dat was natuurlijk geweldig voor China, want dat was win-win-win-win-win-win-win voor de Chinezen. Want zij leerden hoe te ondernemen, hoe westerse bedrijven, want ze waren dat vergeten. Enfin, oudere Chinezen wisten daar nog wel wat van, maar voor de machtsovername in 1949 was het land ook al decennia lang in chaos geweest. Hè? Dus weinig mensen wisten nog hoe te ondernemen. Zij keken naar de westerse know-how. Ik spreek nu over jaren 80. En bovendien kregen heel veel Chinese arbeiders de mogelijkheid om in westerse bedrijven te gaan werken, kregen daar hogere lonen. Dus dat was voor de Chinezen, voor de Chinese overheid, een zeer, zeer goede zaak. En Deng Xiaoping won daarmee aan populariteit. En in de jaren 80 ging de Chinese economie ook met rassenschreden vooruit. Dus dat was een succes. Er is even een kink in de kabel gekomen in 1989... met, u weet dat allemaal, het bloedbad van Tiananmen en na de studentenopstand, waar studenten op straat waren gekomen om meer democratische rechten te eisen. De Chinese communistische overheid wou daar niet op ingaan, heeft die beweging neergeslagen. Daar zijn honderden, misschien zelfs duizenden doden bij gevallen. En daardoor is China, door die zware repressie, in een internationaal isolement terechtgekomen, door sancties ook, zowel van de Europeanen als van de Amerikanen. En dat heeft de hervormingen van Deng Xiaoping een tijd lang on hold gezet, gepauzeerd. Deng Xiaoping is teruggekomen. Intussen was hij al een tachtiger.
En hij heeft een campagne opnieuw gedaan in 1992. Chinezen zijn zeer goed in het voeren van campagnes. Hè. Is naar het zuiden van China getrokken en heeft daar de mensen opgeroepen van wij moeten onze hervormingen voortzetten. Want je ziet wel in de jaren 80 hoeveel dat voor het land, maar ook voor de mensen individueel heeft opgebracht. Hoeveel mogelijkheden er nu zijn. En dat werkte. Hij kon zijn campagne voortzetten en nog voor het einde van zijn leven. Hij is gestorven, als ik mij niet vergis, in 1996. Nog voor het einde van zijn leven heeft hij de relance van die hervormingsbeweging gezien. En dat was ook te zien in het straatbeeld van grote Chinese steden, dat er echt dingen aan het veranderen waren. Dit, dames en heren, heb ik nog zelf gezien. Ik ben de eerste keer in 1989 in China geweest, tijdens de studentenopstand op Tiananmen. En ik ben toen ook naar Shanghai geweest. En toen zag Shanghai er zo uit. En op de voorgrond ziet u de traditionele gebouwen aan de kade van de Bund, hè, de kade van de rivier. Aan de overkant van de rivier had je, zoals u ziet, eigenlijk bijna niks. Wat weiden, wat bossen, wat boerderijen en dan een aanlegsteiger waar de boeren de ferry namen om hun producten te gaan verkopen op de markten in het centrum van Shanghai, hier op de voorkant, maar aan de overkant in Pudong, zoals dat genoemd werd, de oostelijke kant van de rivier, daar was niks. Wel, het einde van de jaren 90 en vooral bij het begin van deze eeuw zag Pudong er zo uit, vanop dezelfde plaats gefotografeerd. Ik ga dat flitsende beeld stopzetten. Zo ziet dat er vandaag de dag uit. Dat is Pudong. En dat is meteen ook het uithangbordje van de Chinese hervormingen. Dat is ja, hoe China is geëvolueerd. China is een rijk land, een vooruitstrevend land geworden op economisch vlak. Dat er in slaagde om van steden als Shanghai. Maar we spreken nu over 10, 20 jaar geleden, op dat ogenblik waren al heel veel andere steden aan de oostkust van China, die zagen er al min of meer hetzelfde uit als Shanghai. Dus dat was echt waar, wat je kan zeggen, het visitekaartje van het moderne China, de erfenis van vadertje Deng Xiaoping. Dan zal u mij zeggen van ja, oké, dat is goed voor de rijken, dat is goed voor de bedrijven en vooral ook westerse bedrijven die daar in al die gebouwen hun kantoren hebben gevestigd. Maar de gewone Chinees, die zal nog wel arm geweest zijn, hè, 20 jaar geleden. En vandaag de dag globaal ook nog altijd. Wel, net als met de cijfers over de middenklasse, zou ik nu vragen van enig idee hoeveel Chinese armen, extreme armen, er nog zijn. Wel, meestal krijg ik dan antwoorden van ja, soms zeggen de mensen de helft van de bevolking, soms zeggen ze 20%, 10% van de bevolking die nog extreem arm is. Wel, je moet eens kijken naar de cijfers. In 1978, dat was het beginjaar van de economische hervormingen, toen leefden 770 miljoen Chinezen nog in complete armoede. Toen waren er ongeveer 1 miljard inwoners, dus laten we zeggen, 80% van de bevolking leefde toen in extreme armoede, 1978. Als we eens kijken naar het einde van deze grafiek, de andere kant, dan zien we in 2017 nog 30 miljoen mensen die in extreme armoede leven. 30 miljoen, dat is veel, hè? Dat is meer dan de bevolking van Frankrijk. Maar als je kijkt naar de grafiek en naar de spectaculaire daling in 40 jaar tijd, daar valt je van achterover. Hè? Hoe kun je als land in zo'n relatief korte tijd, 4 decennia, bijna 800 miljoen mensen uit de armoede halen? En ik zal u zeggen, alweer zoals daar straks, toen was het 2015, hier is het laatste cijfer van 2017. Ik heb nog recentere cijfers, namelijk hier de laatste jaren. In 2018 waren er nog 16 miljoen armen, in 2019 6 miljoen. In 2020, dat was een prognose, zouden het er nog 0 moeten zijn, want dat was ook de politiek van de Chinese regering, het politieke doel, om in 2020 de extreme armoede uit te schakelen, uit te roeien.
En volgens, dit zijn cijfers natuurlijk van Chinese bronnen, maar die worden bevestigd door internationale organisaties zoals de Wereldbank, het Internationaal Muntfonds. Dus die hebben toch wel enige credibiliteit. Natuurlijk zijn er in China nog altijd armen, hè? Want hier hebben we het over de extreme armoede. En je zult in de steden zien dat er nog, zeker in relatief gezien, als wij daar komen, dan zeggen we, amai, wow, die levensstandaard is toch niet zo hoog, zeker als je naar het platteland gaat. Maar voor de Chinezen, die de extreme armoede allemaal hebben meegemaakt, ofwel zelf, ofwel via hun ouders of hun grootouders, 40, 30, 20 jaar geleden, is het spectaculair wat er in die korte tijd allemaal is gerealiseerd. Dus dat is een argument dat je in China vaak hoort van, ja, met jullie kritiek op, het, op China, op ons, maar wij zijn er toch maar in geslaagd om het zover te krijgen. En dat dan gecombineerd met die cijfers over de middenklasse, mensen, de helft van de bevolking die erin slaagt om ja, eigenlijk geld te kunnen uitgeven, zoals velen bij ons, hè, aan auto's, aan reizen, aan ja, woningen bijvoorbeeld. Hè, wat vroeger uitgesloten, vroeger mocht je niet eens een woning hebben onder Mao. Hè, maar dat is nu allemaal mogelijk. Dus voor de Chinezen is die economische ontwikkeling spectaculair en daarom is het moeilijk om met gewone Chinezen te discussiëren over hun systeem. Zij zeggen altijd, ja, maar wij hebben het veel beter dan onze ouders en nog veel beter dan onze grootouders. Dus wat is eigenlijk het probleem? Het probleem gaan we straks zien. Chinezen hebben niet alleen de armoede uitgeroeid, maar de Chinezen zijn ook heel hard geëvolueerd. Want daar straks liet ik u dat labeltje zien, Made in China, van goedkope kledij, hemden die na 2 weken uit elkaar vallen. En ja, dat waren we allemaal gewoon, hè. Maar dat is voor een groot stuk verleden tijd. Of enfin, misschien in sommige winkels kun je dat nog wel kopen. En als je in China bent, de supergoedkope, waar je dan voor 1 euro een hemd koopt, of je laat u iets aanpassen. Oké, dat is nog slecht van kwaliteit. Maar globaal gezien is de kwaliteit van de Chinese producten erin. En ik spreek over de echte Chinese producten, niet de westerse producten die in China worden geproduceerd. Bijvoorbeeld een iPhone, ja, dat is ook Chinees eigenlijk, hè? Dat wordt daar in elkaar gestoken. Nee, daar heb ik niet over, de echte Chinese producten. Wel, de Chinezen hebben van die made in China, dat in onze ogen zoiets is van beter te mijden, bijna een geuzennaam gemaakt. En daar hebben ze van gemaakt Made in China 2025. Want tegen 2025 willen zij op een hele reeks domeinen, ze hebben ze ingedeeld in 10 sectoren, willen zij eigenlijk niet de nummer 1 zijn, maar mee een leidende rol spelen op het economisch wereldtoneel, zoals ja, nieuwe materialen, energie, duurzame materialen, robotica. Chinezen staan zeer ver op het vlak van robotica, van AI, artificial intelligence, luchtvaart, ruimtevaart, de spoorwegen. Enfin, u kan zelf zien op deze tabel. En zij hebben zelfs nog doelstellingen. Onze politici, hoe ver denken die vooruit? 4 jaar, 5 jaar, tot aan de volgende verkiezingen. Hè? Enfin, sommigen hebben al eens een plan tot 2030. Wel, de Chinezen hebben, ja, dat, maar dit zijn doelstellingen die al een paar jaar oud zijn, maar tegen 2035 willen zij een van gemiddeld niveau onder de sterkste economieën ter wereld worden. 2035, dat is maar binnen 15 jaar, dat gaat snel, hè. En tegen 2049, voor hun is dat een symbolisch jaar, want dat is 100 jaar na de stichting van de Volksrepubliek, willen zij een leidende economische rol spelen, een leidende producent in de wereld zijn, zoals de Verenigde Staten vandaag. Zij willen eigenlijk tegen 2050 willen zij de Verenigde Staten voorbij steken. Dat zijn doelstellingen die de Chinezen vandaag de dag al maken. En ze zijn al goed bezig. Ze zijn al goed bezig. Kijken we bijvoorbeeld naar de ruimtevaart. Begin vorig jaar zijn de Chinezen geland op de achterkant van de maan. Dat is een huzarenstuk. De NASA heeft dat bijvoorbeeld nog niet gedaan, want daarvoor heb je technologisch heel veel spitsvondigheden nodig. De Chinezen hebben een heel satellietsysteem gebouwd aan de achterkant, van het stuk van de maan dat wij nooit zien. Omdat anders de radiostralen door
ja, die kunnen de maan niet door, hè. Kunnen ze geen contact onderhouden met hun ruimtetuigen. Wel, zij hebben dat zo gebouwd dat hun ruimtetuig daar kon landen. Dat hebben ze met hun eigen technologie gedaan. Vorige week, een paar dagen geleden, hebben de Chinezen hun eerste taikonauten, zoals zij hun astronauten noemen, hebben zij naar hun eigen internationaal ruimtestation gestuurd. Niet het ISS van de Russen en de Amerikanen en de Europeanen, nee, hun eigen Chinese ruimtestation, dat één module nog maar is, maar dat zij willen uitbouwen tot een zeer groot ruimtestation. En zij hebben, ik weet niet hoeveel plannen, zij hebben vorig jaar ook een Marslander naar kinderen gestuurd, die al op dit ogenblik al uitzendt. Enfin, dus op dat vlak zijn de Chinezen zeer, zeer goed bezig. Ruimtevaart. U zal waarschijnlijk nog nooit gehoord hebben van COMAC. U hebt wel al gehoord van Boeing of van Airbus. Wel, COMAC is de Chinese vliegtuigbouwer. Die hebben nog niet veel vliegtuigen gebouwd. Eén commercieel passagiersvliegtuig vliegt al rond een kleintje. Maar dit is een vliegtuig waarmee COMAC wil in de toekomst gaan concurreren tegen Boeing en tegen Airbus met hun C-919. Binnen een paar jaar toekomstmuziek, maar ze zijn er nu al mee bezig. Dames en heren, de spoorwegen, dat is nog een veel spectaculairder verhaal. De Chinezen hebben een spoorwegnet van hoge snelheidstreinen uitgebouwd van intussen 40.000 kilometer lang. 40.000 kilometer. Elke grote stad is met elke grote stad verbonden via high-speed treinen. Dit is een beeld van een, ik weet niet welk station, maar een gelijk welk station van een grote stad in China. En er zijn meer dan 100 miljoen steden in China. Dus die ontwikkeling van dat spoorwegnet is echt spectaculair. En vooral ook van de hoge snelheidslijnen, want deze treinen die rijden tegen 300-350 kilometer per uur. En er zijn er nog meer, er zijn er die nog sneller rijden, bijvoorbeeld. Wijgen, ik denk niet dat u mij nu hoort. Ja, u hoort mij wel. Wel, dit is de Maglev-trein, een magnetische levitatietrein in Shanghai, tussen de luchthaven en het centrum van Shanghai. En die rijdt, u ziet het daar, 430 kilometer per uur. En die bestaat daar al 20 jaar. Dames en heren, dit is geen Chinese technologie. Dit hebben zij geïnstalleerd in het begin van deze eeuw, 2003, 2004, met het oog op de Olympische Spelen en de latere wereldtentoonstelling. Deze trein is Siemens-technologie, Duitse technologie. Maar de Chinezen, en dat is iets wat ze altijd doen, ze hebben hiervan geleerd. Westerse technologie, ze zijn dat beginnen onderzoeken en ze zijn dat beginnen uitbouwen en aanpassen en hebben hun eigen Maglev, magnetische levitatie, technologie uitgewerkt. En vorig jaar hebben zij hun eigen prototype van een toekomstige Maglev-trein voor China voorgesteld. Dit is zo'n Maglev-trein die moet rijden tegen 620 kilometer per uur. 620 kilometer. Niks futuristisch, hè? Geen science fiction. Nee, daar zijn ze echt mee bezig. En de enige anderen die daar ook mee bezig zijn, dat zijn de Japanners. De Japanners die ook zeer ver gevorderd zijn op vlak van Maglev-treinen. De Duitsers zijn daar intussen mee gestopt, hè? Omdat geen enkele overheid daarin wilde investeren hier in Europa. Chinezen hebben dat overgenomen, uitgewerkt, eigen technologie. Hetzelfde met hun militaire technologie. Maar bijvoorbeeld, dit is hun tweede vliegdekschip. Hun eerste vliegdekschip hebben zij gekocht van de Oekraïners. In 1999, dat was een romp.
Dat was eigenlijk een voormalig Sovjet-vliegdekschip, wat niet afgewerkt was toen de Sovjet-Unie uit elkaar viel. Chinezen hebben dat gekocht, hebben goed gekeken, hebben hun eigen technologie ontwikkeld daarvoor. En dat is een jaar of 10 geleden is dat eerste vliegdekschip in de vaart gekomen. En dan zijn ze beginnen bouwen aan hun eigen vliegdekschip, met volledig eigen technologie. En zo werken zij op alle terreinen. Eerst gaan zij inderdaad, wat bijvoorbeeld een Trump de Chinezen altijd verweet, they are stealing our intellectual property. Wel, eigenlijk vandaag de dag hebben ze dat nauwelijks nog nodig. Vroeger kopieerden zij, vandaag hebben zij hun eigen ingenieurs die werken aan de nieuwe technologie. Ook op vlak van computers bijvoorbeeld. Dit is een supercomputer. Zij staan in de top 10 van landen met snelste computers. Dat is heel die zaal, dat is één computer. Tien snelste computers ter wereld. En zij zijn bezig met het onderzoek naar een exascale computer. Ik wist vroeger ook niet wat dat was, maar dat is een computer die, het bestaat nog niet, maar die 1 miljard maal 1 miljard bewerkingen per seconde moet kunnen maken. En zij gaan er prat op dat ze binnen enkele jaren met zo'n computer naar buiten zullen komen. De enige anderen die daarmee bezig zijn, dat zijn de Japanners opnieuw en de Amerikanen. Dus ook op dat vlak zijn de Chinezen zeer, zeer goed bezig. En je ziet dat ook aan de cijfers. Je moet eens kijken naar de bovenste lijn, de gele lijn. Ja, Verenigde Staten zijn altijd koploper geweest op vlak van technologische ontwikkeling, van innovatie. De EU ook. Maar China, je moet eens kijken aan die steile opgang van die derde, de gele, de lichtgele lijn. In 2013 hadden zij al de jaarlijkse investering in R&D, in onderzoek en ontwikkeling, hadden zij het niveau van de Europese Unie al bereikt. En ja, de vooruitzichten zijn, op dit ogenblik zitten ze bijna aan het niveau van de Verenigde Staten. Kijk, dit zijn vrij recente cijfers. 2018 bijna $500 miljard dat zij per jaar uitgeven aan onderzoek en ontwikkeling. En de prognoses, dit zijn prognoses, zijn dat China zowel de Verenigde Staten als Europa zal voorbijsteken rond 2023, 2025 op vlak van onderzoek en technologie. En je ziet dat dan ook. Hè. Ja, we kennen natuurlijk intussen allemaal het verhaal van Huawei. Niet alleen de gewone telefoons, de smartphones, die zeer populair waren onder jongeren voor de boycott van de Amerikanen. Maar in de eerste plaats is Huawei een bedrijf dat geïnvesteerd heeft in onderzoek naar 5G-technologie. De 5G-technologie die bij ons, ik heb gehoord dat nu volgend jaar er misschien bij ons 5G zal worden geïnstalleerd. Bij de Chinezen zijn ze begonnen met de uitrol in 2019. En ik heb 10 jaar geleden het hoofdkantoor, eigenlijk de universiteit van het onderzoekscentrum van Huawei bezocht in de stad Shenzhen. En toen waren zij al bezig met 5G-technologie. Op dat ogenblik in België had je zo Edge 2, 3G hier en daar al. Chinezen waren toen al bezig met 5G-technologie. Niet te verwonderen dat ze op dit ogenblik ja, eigenlijk wereldleider zijn. Er zijn nog 2, 3 andere bedrijven, Nokia en Ericsson en Samsung ook, die bezig zijn met 5G-technologie. Amerikanen staan nergens op dat vlak, maar de Chinezen zijn eigenlijk de belangrijkste. En met Huawei het grootste bedrijf dat bezig is met dat onderzoek. En u moet eens kijken naar deze beelden, dat gaat nu beginnen bewegen. Wat is dat? Dat is een raket die in de ruimte wordt gestuurd voor het onderzoek naar 6G. Daar zijn de Chinezen nu al mee bezig. Terwijl bij ons 5G nog, er moet nog worden aan begonnen. Chinezen zijn al bezig met 6G dat nog veel sneller moet zijn, nog veel meer mogelijkheden moet bieden. En dan niet meer via kabels of weet ik wat, wifi of weet ik hoe verbinding maakt. Nee, vanuit de ruimte. Dat is wat Huawei nu al bezig is om onderzoek aan te doen. En ik ga
heel kort, één klein filmpje en dan gaan we dit hoofdstuk afsluiten. Filmpje over die innovatie die niet meer beperkt is tot bedrijven als Huawei. Want 10 jaar geleden was dat inderdaad. Dan was Huawei zo een van de voortrekkers van de innovatie. Vandaag zijn er ik weet niet hoeveel andere bedrijven. En een van die bedrijven is bijvoorbeeld de dronebedrijf in het zuiden van China. En dat dronebedrijf dat verkoopt drones over de hele wereld, heeft een marktpositie van 70% tot 80%. Het lijkt wel of de Chinezen vergroeid zijn met hun smartphone. Tot voor enkele jaren kochten ze vooral buitenlandse merken, maar daar is verandering in gekomen. In de Chinese gsm-winkels is het aantal eigen toestellen fel toegenomen. Ze zien er meestal even flashy uit als Amerikaanse of Koreaanse smartphones. Chinese smartphones veroveren de laatste jaren ook meer en meer de wereldmarkt. En niet alleen smartphones. Het aantal domeinen waarop de Chinezen in zaken innovatie minstens even sterk of sterker staan dan westerse bedrijven, groeit gestaag. Dit is een drone van Chinese makelij. Het bedrijf DJI heeft zich ruim 5 jaar geleden op de markt van de vliegende fototoestellen gestort. Nu is niet minder dan 70% van de wereldwijd verkochte drones van dit Chinese merk. This is really the first drone that could be controlled by gesture. Innovatie is het toverwoord voor dit dronebedrijf. We have about 11,000 people worldwide. And about 25% of the workforce are engineers in R&D. So we put really heavy emphasis on really digging deep into the technology and creating new things. En op nog heel veel andere terreinen zijn de Chinezen vlak van innovatie pioniers in de hele wereld. Dames en heren, ik was zo blij dat toen ik de weekendkrant opensloeg, dat er promotie werd gemaakt voor Payconiq, het draadloze betalen. Hè, dat je niet meer met geld moest rondlopen, ook niet meer met die vervelende kaarten die je kunt verliezen, maar gewoon Payconiq, dat alles via je smartphone wordt geregeld. Dames en heren, in China is dat al jaren gemeengoed. Betalen via de smartphone. Bijvoorbeeld, zoals u hier ziet, autowegentol. Men toont gewoon de QR-code van zijn smartphone en de tol is betaald. Vorige week was ik ook heel blij. Ik woon in Antwerpen, zoals ik zei, en ik ga soms naar de Vogelmarkt. En tot voor kort kon je daar alleen maar cash betalen. Nou, niet met kaarten of zo. Nu, hier en daar zijn er al kraampjes waar je met kaarten kan betalen. Maar ik heb een kraam ontdekt waar Payconiq werd aangekondigd. Wel, in China is dat ook al jaren, hè, dat je gewoon met je smartphone kan betalen. En ik spreek echt al van jaren 2015, 2016. En het gaat zelfs zo ver. Ik zei u dat er natuurlijk nog wel armoede is in China. En je ziet dan ook soms bedelaars langs de kant van de weg zitten in de grote winkelstraten. Ja, die hebben natuurlijk een QR-code, hè. Want de Chinezen die hebben geen cash meer. Die betalen alles met hun smartphone. Zover staan zij. En zij zijn nu al bezig met een stap verder. Hè, terwijl wij nu stilaan gewoon geraken aan dat contactloos betalen dankzij corona en aan Payconiq en consorten, zijn de Chinezen al met de volgende stap bezig, namelijk betalen via facial recognition, via gezichtsherkenning. En dat is dan te zien in dit filmpje. Hier ga ik blijven doorpraten, want daar staat niks op. Deze dame die wil kleine versnapering nemen, een ijsje denk ik of zoiets. Die gaat gewoon kiezen welk ijsje ze wil. 28 yuan kost dat. Die zet zich schrap voor het toestel. Er wordt een foto van haar genomen. Haar gezicht wordt herkend en dat geld gaat van haar bankrekening af. En ze kan naar de toog gaan om haar ijsje te gaan halen. In meer en meer restaurants en winkels wordt deze technologie in China uitgetest en al gewoon gebruikt. Dus dat is al een stap verder. Dat is niet meer via Payconiq. Voilà, nu heb ik genoeg verteld over economie en over technologische vooruitgang, maar er zijn natuurlijk andere dingen die minder vrolijk zijn. Ik heb er straks al een foto laten zien van de grote smog in China. Hè? Want dat is natuurlijk de keer, de achterkant van de medaille, de keerzijde van de medaille.
geweldig produceren, decennia lang fabrieken die draaien en energie die moet worden geproduceerd. En dan krijg je dat. Hè. Ik heb in China gewoond van 2012 tot 2015. En op het einde van mijn termijn kon mijn dokter zien dat mijn longen al eronder te lijden hadden gehad. Ja, echt waar. Dus kun je je voorstellen wat Chinezen en vooral Chinese kinderen die daar leven meemaken. Ik heb het meegemaakt, deze foto heb ik zelf genomen in 2013, januari 2013. Want je hebt daar natuurlijk zo'n app om de luchtkwaliteit te meten. Wel, die app die sloeg gewoon tilt. Want die app, eigenlijk de maximumwaarde is 500 microgram fijnstof per kubieke meter lucht. Wel, die een dag ging die schaal tot 845. Dus eigenlijk boven de schaal van 500. Dat was een verschrikkelijke dag. Ik ben toen buiten gekomen. Na 100 meter ben ik terug naar mijn appartement gegaan. Ik kon niet ademen. Dat was een dieptepunt. En dat hebben de Chinese politici ook beseft. Want die wonen natuurlijk ook voor een groot stuk in Peking. En je voelde dat in de maanden, jaren daarna zijn ze echt hun beleid gaan verstrengen. Meer gaan inzetten op duurzame ontwikkeling om terug naar zo'n situatie te komen, hè, dat is helderblauwe lucht in Peking, maar meestal is het zo, van op hetzelfde standpunt gefotografeerd. Hè. Daar wilden de Chinese leiders vanaf en zij zijn ongelooflijk beginnen inzetten op duurzame energie. En je ziet dat ook weer aan de grafieken, terwijl China in 2004 amper investeerde in duurzame energieontwikkeling. De Europeanen en de Amerikanen waren daar toen al fameus mee bezig. Zitten de Chinezen op dit ogenblik, en dit is 2017, vandaag zal het nog spectaculairder zijn, produceren zij al dubbel zoveel duurzame energie als de Verenigde Staten of de Europese Unie. Dat is een spectaculaire ontwikkeling en een spectaculaire omslag. En natuurlijk, China is een groot land, er zijn veel mogelijkheden, maar in het oosten van het land, hier ziet u de bevolkingsdichtheid, is er weinig plaats, heel veel steden, weinig plaats voor zonnepanelen, vooral voor windmolens enzovoort. Maar Chinezen zijn zeer inventief en daar in het oosten wordt alle ruimte benut om daar zonnepanelen op te zetten, op loodsen van bedrijven, langs autowegen, op bergflanken. Er worden zelfs kunstmatige eilanden gebouwd. Dat is spectaculair. Ook de windmolenenergie in het westen van het land dan vooral, waar weinig mensen wonen, waar veel woestijnen zijn, steppen, veel plaats. Dat wordt volgebouwd met windmolenparken, met zonne-energieparken. Hier, dat is zo'n windmolenpark dat ik bezocht heb. Toen waren er 500 windmolens in één park. En ze vertelden mij toen, 5 jaar geleden, dat ze van plan waren om tegen 2025 er 5000 te hebben in één windmolenpark. Eén project. En zo zijn er honderden verspreid over heel China. Hetzelfde met zonne-energie. Dit is een bedrijf dat ik lukraak bezocht heb in het zuiden van China. Daar stonden, ik geloof, 180.000, als ik mij goed herinner, 180.000 zonnepanelen. En eigenlijk voor een klein gebied. Dus de investeringen die er op dat vlak zijn gebeurd, zijn enorm. Dit is zonnepanelenpark op het water dat ik u vermeld heb. Spectaculaire ontwikkelingen op dat vlak. En dat werpt al zijn vruchten af. Dat werpt zijn vruchten af. In de grote steden waar de situatie 10 jaar geleden afschuwelijk was, 5 jaar geleden ook nog altijd, zie je dat gemiddeld de vervuiling aan het dalen is. Dus dat fijnstof, die concentraties. En enkele jaren tijd, van 2013 tot 2018, is die vervuiling gedaald met 30% fijnstof. Dus dat is een spectaculaire ontwikkeling. En China is meer en meer daar nog mee bezig. En nu begin ik aan het laatste deel van mijn lezing en dat is het minst vrolijke. Want hier kan je nog zeggen van, want pas op, de vervuiling is nog altijd een zeer groot probleem. En niet alleen de luchtverontreiniging, hè, ook de bodemverontreiniging, de rivieren. Zeer, zeer veel werk nog voor de boeg. Maar er is toch een lichtpunt. Het laatste hoofdstuk dat ik ga behandelen, daar zie ik weinig lichtpuntjes, dat is de politiek.
In China, de communistische partij is daar aan de macht. Hier, kijk, de kerkklokken beamen het. De communistische partij is daar aan de macht. En die beheersen echt het land. Nu, hoe moeten wij ons dat voorstellen? Als u nog nooit in zo'n land bent geweest, is het zeer moeilijk om u zich echt voor te stellen wat dat betekent. Die communistische partij zit overal. Die hebben cellen, vertegenwoordigers in bedrijven, op kantoren, uiteraard ministeries, in het leger, op universiteiten, op scholen, op redacties. Overal zit de communistische partij met haar tentakels. En overal wordt er gecontroleerd, wordt er geobserveerd. En de communistische partij probeert op die manier ook de voeling te houden met wat er leeft onder de bevolking. En als er goede tendensen zijn, dan pikken ze die in en maken ze daar gebruik zijn, maken ze daar gebruik van. Maar als er tendensen zijn die hen niet zinnen, dan zullen ze die onderdrukken. En dan komt er repressie. En dat is natuurlijk waar het Westen grote problemen mee heeft. Ja, verkiezingen in China bestaan. Er zijn veel autoritaire regimes die we kennen, ook in Europa. Hè? Ja, Rusland, Hongarije. Enfin, Hongarije is zo'n beetje een democratie, maar Wit-Rusland. Totale dictatuur eigenlijk. Maar in Wit-Rusland zijn tenminste nog verkiezingen. Vervalst, maar er zijn nog verkiezingen. Dames en heren, in China zijn er geen verkiezingen. Dit is het Chinese parlement, het volkscongres. Dat is niet verkozen. Al die leden zijn aangeduid via een hiërarchisch systeem. En allemaal zijn die eigenlijk aangewezen door de communistische partij. Dus er is geen sprake van democratie. En dat is natuurlijk iets wat zich doet voelen op heel veel vlakken. En ja, helemaal aan de top staat natuurlijk de partijleider. Wij zeggen altijd president Xi Jinping, en dat is hij ook. Maar zijn belangrijkste functie is die van partijleider van de communistische partij. En Xi Jinping heeft de almacht, heeft trouwens 2 jaar geleden nog wat meer macht gekregen, doordat hij is benoemd tot de core, de kern van de partij. Zijn denkbeelden zijn ingeschreven in de grondwet van de partij, of in het charter van de partij. En bovendien heeft het parlement beslist dat hij eigenlijk levenslang mag aanblijven als president. Hij moet dat niet, maar hij kan het. Terwijl het tot aan toe in de grondwet stond dat er 2 ambtstermijnen waren voor een Chinese president. Dus de macht van Xi Jinping is ongebreideld. En die heeft hij eigenlijk vooral gevestigd door ervoor te zorgen dat iedereen bang van hem is. En al voordat hij aan de macht kwam in 2012, voordat hij... Hij was al vicepresident toen, maar voordat hij president is geworden en partijleider, heeft hij al een voorbeeld gesteld. Met deze man, u zal die niet kennen waarschijnlijk, dat is Bo Xilai. Bo Xilai was de partijsecretaris, een belangrijk figuur van de stad Chongqing. Ja, als u even kijkt, ik weet niet of ik het... Ja, als u deze cursor ziet, hier is Chongqing ongeveer in het centrum van China... De grootste stad van China, tussen haakjes, hè? 35 miljoen. Groter dan Shanghai of Peking. 35 miljoen inwoners. Wij hebben daar nog nooit van gehoord. Maar bon, zeer belangrijke stad in China. En die Bo Xilai was daar partijleider. Wel, Bo Xilai heeft door... Ja, 1 was corrupt. Heeft heel veel geld, smeergeld, versluist naar het buitenland. Dat was ter oren gekomen aan een familievriend, een Britse zakenman... Zijn vrouw heeft die Brit laten vermoorden, omdat die dreigde daarmee naar buiten te komen. Dat is uitgekomen en Bo Xilai is voor de rechter moeten verschijnen en is veroordeeld tot levenslang. Maar een belangrijk figuur, een belangrijk leider van de grootste stad van China, die 1 wordt aangeklaagd, 2 wordt veroordeeld, 3 levenslang krijgt. Ongezien in China. En dat liep gelijk met het begin, met het aantreden van Xi Jinping. Xi Jinping heeft van het begin gezegd van... Mijn belangrijkste strijd wordt de strijd tegen de corruptie. En veel partijleiders hadden dat voor hem ook al gezegd. Maar hij liet zien dat hij het meende. En na die Bo Xilai zijn er, ik weet niet hoeveel, andere partijfiguren, ambtenaren, leden zelfs van het Centraal Comité... van de communistische partij, militairen,
belangrijke figuren, bedrijfsleiders die de gevangenis ingedraaid zijn vanwege corruptie. En dat heeft natuurlijk tot veel schrik, want corruptie is zo'n groot probleem in China, dat bijna iedereen boter op zijn hoofd heeft. En dus iedereen ligt waarschijnlijk al jaren in zijn bedje te bibberen s'avonds van dat ze maar niet bij mij komen. En daarom durft niemand natuurlijk, zelfs als ze zouden willen, de stem te verheffen tegen Xi Jinping. En dat heeft zijn macht ongelooflijk verstevigd. Dat binnen de Communistische Partij, kunt u voorstellen, mensen buiten de Communistische Partij die proberen iets te doen tegen de macht van de partij of tegen de macht van Xi Jinping, ja, wat daarmee gebeurt. Dit is één voorbeeld. Ai Weiwei, die naam zegt u waarschijnlijk wel iets, een bekende kunstenaar die meegewerkt heeft aan de bouw van het vogelnest, hè, van het Olympisch Stadion in Peking voor de Olympische Spelen van 2008. Wel, die Ai Weiwei is in ongenade gevallen omdat hij ook kritiek begon te krijgen op de Communistische Partij. En uiteindelijk hebben ze hem via druk met belastingen, heeft een tijd in de gevangenis gezeten. En uiteindelijk hebben ze hem eigenlijk het land uitgezet. Hij woont nu, ik geloof in Ierland, is eerst naar Duitsland gevlucht. Hem hebben ze gewoon monddood gemaakt. Eigenlijk is hij er nog goed van afgekomen. Een andere, ja, in China, of in mensenrechtenkringen, zeer bekende dissident, Liu Xiaobo, is er minder goed van afgekomen. Die heeft jarenlang strijd geleverd voor meer vrijheid, meer democratie in China. Die is in de gevangenis, ik weet niet hoe dikwijls, in de gevangenis terechtgekomen. Is uiteindelijk in 2009 veroordeeld tot 15 of 17 jaar gevangenisstraf en is gestorven in de gevangenis aan kanker. Heeft dus nooit meer het licht buiten de gevangenis gezien. En zo zijn er honderden, duizenden dissidenten die eenzelfde lot moeten ondergaan in China. Van vrijheid is er in China nauwelijks sprake. Ook internet, de media, daar spreek ik niet eens over. Ik zeg altijd, journalisten in China, eigenlijk bestaan die niet. Want alle journalisten in China, die moeten gewoon schrijven wat de partij hen oplegt om te schrijven. Maar ook op het internet, dat bij ons, ja, eenmaal in de andere kant uitgaat. Iedereen schrijft maar, roept maar. Leugen of waarheid speelt allemaal geen rol. In China wordt dat ongelooflijk gecontroleerd. Als je in China, ja, ik weet niet hoeveel websites zijn geblokkeerd. Als je bijvoorbeeld Facebook wil bereiken of Twitter in China, dat lukt niet, dan krijg je zo'n scherm. Natuurlijk, in China zijn er wel sociale netwerken, zoals Weibo. Of er zijn er nog een heleboel andere waar de Chinezen hun alles op kunnen zetten, maar niet zoals wij, zomaar, ongestraft. Alles wordt gevolgd door de overheid. Ofwel door artificial intelligence, door robots, die met trefwoorden werken. Als je gevoelige thema's aanraakt, dan kan je ervan op aan dat de robot, dat het knipperlicht van de robot begint te werken en dat er een fysieke persoon zal komen controleren of wat je geschreven hebt. Wel, kan elke tweet, enfin, daar is het geen tweet, maar op hun systemen, wordt gecontroleerd en wordt gesanctioneerd als je dingen zegt die niet kunnen. En over controle gesproken, niet alleen op het internet, maar gewoon overal op straat, hè. Overal staan camera's, nu bij ons ook. Maar in China, u kan zich niet voorstellen hoeveel dat er zijn. Enfin, ik ken de cijfers. Op dit ogenblik gaan ze in de richting van 200 miljoen camera's over heel China. Nu, groot land natuurlijk, hè, met 1,4 miljard inwoners. Maar de bedoeling is tegen 2025 400 miljoen camera's te hebben. Dat betekent dus één camera voor elke drie Chinezen. En niet zomaar camera's, maar ook intelligente camera's. Camera's die u kunnen volgen via gezichtsherkenning. Want die gezichtsherkenning wordt natuurlijk niet alleen gebruikt om te kunnen uw ijsje om 4 uur te betalen. Nee, die gezichtsherkenning wordt ook gebruikt door de Chinese staatsveiligheid om als het nodig is u te volgen. En dat is heel simpel, hè? Iedereen in China kan op deze manier worden gevolgd. In deze technologie hebben ze het eerst uitgewerkt in Xinjiang, waar ik het er straks over had. Die provincie in het westen van China, waar Oeigoeren wonen. Dat is een moslimvolk.
die zijn etnisch helemaal anders. Hè. Dat zijn eigenlijk meer Centraal Aziaten, die zien er ook uit als Kazachen of Kirgizen of Oezbeken. Helemaal niet Chinees. Van uiterlijk ook een heel andere cultuur, heel andere godsdienst, zijn islamitisch. En ja, daar zijn al decennia lang problemen met die Oeigoeren en de centrale overheid. Met radicalisering, met soms aanslagen, maar het gros van de bevolking wil gewoon een goede job en een gewone behandeling, niet als tweederangsburger. Maar de Chinese overheid is ook al jaren bezig met het culpabiliseren van die bevolking in Xinjiang. Meer nog, de laatste jaren hebben zij een heel systeem van kampen uitgebouwd over heel Xinjiang. Dit is de provincie. En overal al die bolletjes die u ziet, dat zijn zo'n kampen. Heropvoedingskampen zouden wij dat noemen. Sommigen zeggen zelfs concentratiekampen. De Chinese overheid zegt dat het gaat om beroepsscholen of vakscholen, waar de mensen leren, de Chinese taal leren, want Oeigoeren spreken niet goed Chinees, die hebben hun eigen Turkse taal eigenlijk. Daar krijgen ze onderricht in de wetgeving van China, de grondwet, natuurlijk de ideologie ook. Eigenlijk worden zij in onze ogen gewoon geïndoctrineerd, gehersenspoeld daar. En mensenrechtenorganisaties zeggen dat daar ook regelmatig folteringen zijn en allerlei wantoestanden. Volgens de Chinese overheid, want ik heb zo'n gevangenenkamp bezocht, maar een van de lichtste, want u ziet hier vier verschillende niveaus, de zwaarste, dat zijn eigenlijk echte gevangenissen. De lichtste, ja, die neigen naar zo'n vakscholen, omdat ze daar inderdaad naailessen krijgen. Naailessen, en wat gebeurt er dan met de t-shirts? Wel, totdat het bewustzijn bij westerse bedrijven doordrong dat heel veel van hun t-shirts ginder gemaakt werden in gevangenissen. Tot dan werden heel veel van H&M en CNA en zo t-shirts en andere kleren daar gemaakt. Hè. Enfin, dat is nu verleden tijd. Maar dus, dat gevangenensysteem bestaat overal in Xinjiang en dat is wraakroepend natuurlijk. Ik ga een beetje doorspoelen. Tweede grote thema dat ik er straks ook heb aangeraakt naar aanleiding van dat filmpje van Mulan, helemaal in het begin, is Hongkong. Hongkong, waarmee China de laatste jaren ook regelmatig in het nieuws geweest is. Hongkong helemaal in het zuiden. En ja, u weet, Hongkong is lange tijd, meer dan 150 jaar, is dat een kroonkolonie geweest, hè, van de Britten. In 1997 hebben ze dat teruggegeven aan China, aan de Volksrepubliek, maar met afspraken. Dat gedurende 50 jaar de democratische vrijheden, vrijheid van meningsuiting, van pers, van betoging, verenigingen enzovoort, dat die gegarandeerd zouden worden gedurende 50 jaar. Wel, Chinezen de afgelopen jaren zijn meer en meer beginnen knabbelen aan al die vrijheden en dat heeft tot groot ongenoegen geleid onder de bevolking. Al in 2014 heb ik grote betogingen meegemaakt, maar vooral 2019 zijn de Hongkongers met honderdduizenden op straat gekomen, maandenlang, elk weekend werd er betoogd in Hongkong. Ik heb ook die betogingen meegemaakt, dat was spectaculair. Chinezen hebben teruggeslagen. Eerst, ja, natuurlijk door corona was het verboden om te betogen. Maar dan, precies een jaar geleden, op 30 juni 2020, hebben zij een nationale veiligheidswet uitgevaardigd, waardoor eigenlijk die vrijheden die gegarandeerd waren in de overeenkomsten met de Britten, waardoor die vrijheden volledig aan de kant geschoven worden. Want je kan daar worden veroordeeld of vervolgd wegens terrorisme, ja, dat is normaal. Wegens separatisme, dat is al wat minder normaal, hoewel de Spanjaarden dat ook doen, maar goed. Wegens opstandigheid tegen de staat, ja, dat is al wat moeilijker. Natuurlijk, om dat precies te duiden. En op al die overtredingen staan celstraffen tot levenslang. En de afgelopen maanden is duidelijk geworden dat de ergste vrees van de tegenstanders van Peking bewaarheid is geworden. En ja, het minste dat er betoogd wordt in Hongkong,
worden mensen opgepakt. Ook kranten. Vorige week nog, dit zijn beelden van een week geleden, de belangrijkste oppositiekrant in Hongkong. De hoofdredacteur is opgepakt, de verschillende verantwoordelijken. En de geldkraan is dichtgedraaid van de Apple Daily. Dus ook de persvrijheid wordt meer en meer aan banden gelegd in Hongkong, waar de bevolking eigenlijk denkt zoals wij. De bevolking is daar opgegroeid in een niet 100% democratie, want de Britten hadden ook geen vrije verkiezingen daar. Maar goed, zij hadden toch hoop dat zij zeker tot 2047 gegarandeerd waren van vrijheden. Quod non. Ik heb het niet gehad over corona en ik ga het daar ook niet over hebben. U weet allemaal ja, dat het virus vandaar komt. Hoe dat er is gekomen, dat wordt nog allemaal onderzocht. U weet, het heeft daar heel kort geduurd, hè. Zeker na wat we vandaag allemaal weten, in China heeft die crisis maar 2-3 maanden geduurd. Januari zijn de eerste gevallen bekend geraakt. Enfin, eigenlijk waren er, dat heeft de wetenschap later ontdekt, waren er al gevallen in 2019, november, december, maar de eerste gevallen die naar buiten zijn gekomen. De overheid heeft natuurlijk eerst geprobeerd om het potje gedekt te houden. Deze dokter, dokter Li, heeft geprobeerd om dat naar buiten te brengen, is zelf besmet geraakt en is overleden en is eigenlijk voor de mensen die ja, toch wel wat kritisch staan tegenover de Chinese overheid in China een beetje een volksheld geworden, omdat hij het heeft aangedurfd om daarover te spreken, is zelf gestorven. Maar anderzijds is het spectaculair wat de Chinezen daar gepresteerd hebben en ik denk dat dat alleen in een politieke omgeving kan als in China. Toen het bij ons nog moest beginnen, was het in China eigenlijk al zo goed als voorbij. In maart van vorig jaar, 2020, waren dat de cijfers van China. In Wuhan, waar het allemaal begonnen is, daar had je 70.000 besmettingen. In heel China, dus ze hebben dat kunnen beperkt houden. In heel China 81.000. Dus ze hebben dat kunnen beperkt houden tot Wuhan en de provincie rond Wuhan. En 3.200 doden op dat ogenblik in China. Nu moet je in China altijd de cijfers met een korreltje zout nemen. Maar zelfs als je dat vermenigvuldigt met 10. En zelfs als je kijkt, vandaag de dag juni. Ik heb de cijfers gisteren nog even gecheckt. 103.500 besmettingen zijn het vandaag. Dus amper verhoogd hè, in meer dan een jaar tijd. En ze zitten aan bijna 5.000 doden. Dames en heren, wij in België met onze 10 miljoen inwoners, 11 miljoen, zitten aan 25.000 doden. De Chinezen hebben 5.000 doden gehad. Zelfs al verdubbel je dat, al vertienvoudig je dat, dan is dat relatief gezien nog altijd peanuts met wat wij hier in het Westen hebben meegemaakt. Omdat de Chinezen, ja, die hebben gewoon de boel dichtgegooid. Maar echt radicaal. Wie daar buiten kwam, werd gearresteerd. Wijken werden afgesloten. Maar ze hebben het wel in 3 maanden tijd dichtgekregen of kunnen terugdringen. En vandaag zijn er nog af en toe is besmettingen. En als er dan ergens in een stad 9 of 10 besmettingen zijn, dan gooien ze opnieuw een hele wijk dicht. En het is gedaan. Dat kunnen wij ons niet permitteren. Er zou een volksopstand ontstaan. En economisch natuurlijk zien we dan ook dat de Chinezen, die een ongelooflijke dip hebben gehad in het eerste kwartaal, toen zij met hun coronacrisis zaten, van 6% groei in dat eerste kwartaal op jaarbasis naar 6% achteruitgang, krimp van de economie. Iets wat de Chinezen zich in hun leven nog niet herinnerden, dat ze dat ooit hadden meegemaakt. Een negatieve groei. Wel, het volgende kwartaal, het tweede kwartaal, waren ze alweer aan het groeien. Ik geloof bijna 4%. In het derde kwartaal zaten ze al aan 6,5%. En op jaarbasis, en dat zijn cijfers die gecontroleerd worden opnieuw door de Wereldbank, hebben zij in 2020 een groei gehad van 2,23%. Geen enkel land in de wereld, of misschien op een paar kleine na, heeft een economische groei gehad vorig jaar. En ja, niet alleen economisch of cijfermatig, maar ook de dolle pret is in China terug. Hè? En dit is niet van gisteren, dit is van augustus 2020. In Wuhan, in de stad waar het allemaal begonnen is,
een groot waterfestijn in een of ander aquapark in Peking. En dit zijn scènes uit een station tijdens een van de nationale feestdagen. Dus voor de Chinezen is het dagelijkse leven, het gewone leven pre-corona, helemaal teruggekomen. Iets waar wij alleen nog maar van kunnen dromen. Voilà, dat wat betreft mijn uiteenzetting. Ik kan u nog wel zeggen, ik heb hier ook een boekje over geschreven. Dat ziet er zo uit, De Eeuw van Xi, waarin ik over al de thema's die ik vandaag behandeld heb natuurlijk veel dieper op inga. Normaal heb ik een grote doos mee met boeken, kan ik die ook signeren. Dat gaat vandaag niet, maar u kan ofwel naar een of andere boekhandel, ik denk wel dat er nog wel liggen of dat die besteld kunnen worden, of via het internet natuurlijk, nog gemakkelijker. Als u toch gesigneerd wil, dan kan u altijd mij een mailtje sturen. En het boek kost €22 plus een paar euro portkosten. Dan laat ik u wel weten hoe ik u dat bezorg. Voilà. Ik neem aan dat er toch nog wel vragen, want ik heb over veel gesproken, maar ook over veel niet. Goed. En we passeren nu een paar minuutjes en dan hebben jullie de gelegenheid om de vragen te stellen. Het zij via de chat van YouTube, het zij via dus e-mail naar okra.academie.wetteren@telenet.be. En binnen een paar minuten. Ja, want ik wil vooral die twee dingen hebben, of het zijn drie dingen die belangrijk zijn.
Goed. We hebben een vraag gekregen, of een aantal vragen eigenlijk, van Robrecht van Utrieven, die Stefan Blommaert nu zal beantwoorden, hoop ik. Ja. Een eerste vraag gaat over de gezondheidszorg. Gezondheidszorg is voor de gewone Chinees niet meer te betalen. Wel, dat klopt en dat klopt niet. De gezondheidszorg is in principe gratis. Maar je moet dan wel de rekening mee houden dat je naar een ziekenhuis gaat, dat je in de rij moet staan, dat je als je een problematische behandeling hebt, dat je heel lang moet wachten voor die behandeling start en dat je soms helemaal geen behandeling krijgt. En er zijn inderdaad twee redenen om dat probleem op te lossen. Ofwel ga je naar een privéziekenhuis en dan is het inderdaad onbetaalbaar. Dan betaal je, zoals in Amerika, astronomische bedragen. Ik heb dat zelf meegemaakt toen ik voor een kleinigheid naar het ziekenhuis moest gaan. En ik ging naar de internationale afdeling van een Chinees ziekenhuis. En gelukkig was ik goed verzekerd. Want dat waren, zelfs voor wat medicamenten moest daar zeer veel betaald worden. Tweede manier om dat probleem op te lossen is door de dokter die jou moet behandelen iets toe te steken. Ik heb het er straks over de corruptie gehad. Dat die corruptie speelt zich op alle niveaus af. Hè. Die speelt zich af op het niveau van ordehandhaving. Politiemensen zijn corrupt. Zelfs in het onderwijs wordt er geld gegeven aan leerkrachten om goed te zorgen voor de kinderen. En dat geldt dus ook voor de gezondheidszorg, waar inderdaad als je een goede, ingewikkelde behandeling wil laten doen, dan moet je aan de dokter smeergeld geven. Dus op dat vlak is gezondheidszorg in China zeer duur, maar voor de gewone behandeling van een griep, van een simpele ziekte, daar is het eigenlijk in principe gratis. Ja. Een tweede aspect die naar voren komt is, westerse bedrijven kunnen geen eigen bedrijven oprichten. Kunnen dat inderdaad niet. Daar zijn grote internationale organisaties, zoals de Europese Unie, volop mee bezig om dat te veranderen. De Europese Unie heeft een standpunt ingenomen al 2 jaar geleden, een strategisch plan voor de relatie met China, waarin ze de nadruk leggen op het level playing field. Dat betekent dus dat er een gelijk speelveld moet zijn tussen Chinese bedrijven die, zoals ik in het begin verteld heb, bijna overal in Europa of in het Westen kunnen komen investeren, terwijl omgekeerd het voor Westerse bedrijven het in zeer veel sectoren bijzonder moeilijk is om te gaan. Sommige sectoren zijn bijvoorbeeld inderdaad ook de energiesector, de banksector, uiteraard hoogtechnologische sectoren, is het onmogelijk voor Westerse bedrijven om daar te gaan investeren. Maar in andere sectoren waar het wel toegelaten is, moeten zij ook samenwerken met een Chinees bedrijf. Daar is de Chinese overheid wel stilaan aan het daar zijn ze toegevingen aan het doen, onder druk van het Westen, maar daar moet nog zeer, zeer veel veranderen. Maar dat is een groot probleem, dus het niet bestaan eigenlijk van dat level playing field. Het andere punt wat hij aanraakt is dat veel cultureel erfgoed is verdwenen. Dat is spijtig genoeg zo. En inderdaad, want ik heb de mail gelezen, dat heel veel daarvan is gebeurd tijdens de culturele revolutie. Ik ben daar zeer snel moeten overgaan daar straks door tijdsgebrek. Maar tijdens de culturele revolutie moest op last van Mao komaf gemaakt worden met al het oude. Met het verleden. En dat werd heel vaak letterlijk genomen. Enfin, ten eerste tegen oudere mensen, pas op. Letterlijk, hè. Oude professoren, ouderen binnen de partij werden aangevallen, werden bekritiseerd, maar ook gewoon het verleden en oude gebouwen, zelfs oude bomen in parken werden omgehakt, maar oude gebouwen werden vernield gewoon omdat ze oud waren en de ideologie van Mao was van we moeten een nieuwe maatschappij opbouwen en we moeten komaf maken met dat oude. Dus dat is toen gebeurd, maar dus die culturele revolutie is voorbij, die aberraties die zijn niet meer aan de orde sinds de jaren 70. Maar de Chinezen hebben langs de andere kant toch een andere visie op
cultureel erfgoed. Mm-hmm. Ook vandaag de dag nog, maar zij doen dat om in hun ogen goed te doen. Als zij een gebouw restaureren, wat doen ze? Ze gaan dat niet herstellen en proberen in zijn oorspronkelijke staat te brengen, terug te brengen. Nee, ze gooien dat plat en ze bouwen het helemaal volgens het oorspronkelijke plan. Mm-hmm. En ze moderniseren dat. Ja. Dat is de manier. Bijvoorbeeld aan de zuidkant van het Tiananmenplein, daar hebben zij een hele wijk plat gegooid met prachtige 19e-eeuwse gebouwen. En volgens het grondplan van toen heropgebouwd. En dat is nu een winkelcentrum geworden. Dat is hun beeld van omgaan met erfgoed. Je hebt in Peking ook een heel mooi voorbeeld. Een Belg heeft daar een tempel opgekocht. Maakt daar gebruik van, een huurt die waarschijnlijk. Heeft die compleet gerenoveerd, volgens onze normen. Die ziet er prachtig uit. Daarnaast is nog de bibliotheek van de tempel. Mm. En die is nog in handen van het Chinese stadsbestuur. Die hebben dat ook gerenoveerd. En die hebben dat helemaal in felle kleuren, stukken afgebroken en vernieuwd, liften gebouwd enzovoort enzovoort. Maar enfin, pas op, bij ons gebeurt dat ook. Hè. Wat ze in het Gravensteen in Gent bezig zijn of wat ze in Antwerpen willen doen met het steen. Maar bij ons is daar protest tegen. Ja, in China, voor de meeste Chinezen, is dat de normaalste zaak van de wereld dat er op een, in onze ogen, vreemde manier wordt omgegaan met het erfgoed. Ik heb nog een andere vraag, maar er is eerst nog één aspect hier. De betalingssystemen, de gezichtsherkenning, hebben in feite tot gevolg dat ze alles van u weten. Uw bestedingen, alles. Niet alleen de betalingssystemen. Hè. Sowieso weet de Chinese overheid, als ze dat wil, alles over u. Onder meer via die artificial intelligence, die intelligente camera's. Maar ook elke stap wordt gevolgd. En niet alleen met technische middelen, maar ook omdat de communistische partij overal zit, zoals ik dat er straks verteld heb, maar zelfs waar jij woont, in uw wijk of op uw bedrijf, heb jij altijd mensen die rondkijken wat er gebeurt. Dat zijn mannetjes of vrouwtjes van de partij en die in wijkcomité's zitten. En als jij dingen doet die in hun ogen niet goed zijn, en dat hoeft soms zelfs niet eens politiek te zijn, hè, maar dan word jij berispt. De sociale controle is daar enorm. Dus dat komt daar dan nog eens bij. Dus ja, via de betalingssystemen kunnen ze alles weten over u, maar eigenlijk hebben ze nog ik weet niet hoeveel andere middelen om over elk individu alles te weten. En dat is ook de bedoeling. Het is een 100% controlemaatschappij. Ja. Dan is er een vraag, is er vrijheid van godsdienst en geloof? Officieel wel. Dat staat zelfs in de grondwet, dat er vrijheid is van religie. Maar in diezelfde grondwet staat ook dat er vrijheid is van het oprichten van verenigingen, vrijheid van betogen, vrijheid van pers, vrijheid... Dat staat allemaal in de grondwet, hè? In de praktijk niks. Er zijn erkende godsdiensten, wat de Chinezen beschouwen als godsdiensten of meer filosofische beschouwing. De traditionele Chinezen, hè, het boeddhisme, het taoïsme en het confucianisme, hè, waarbij het confucianisme nog het echt het meest Chinese is, dat zijn erkende Chinese godsdiensten. Daarnaast is ook de islam officieel erkend. Dus de Chinese autoriteiten ontkennen natuurlijk, hè, dat wat in Xinjiang gebeurt, dat gericht is tegen de islamieten in Xinjiang, tegen de Oeigoeren als gelovigen. Nee, dat is gericht tegen het terrorisme. Dat is de officiële pep talk eigenlijk van de Chinese overheid. Dus je hebt de islam. En dan daarnaast heb je de christelijke godsdienst, die is ook erkend, protestantse en de katholieke godsdienst. Daarbuiten niks. Dus al de rest wordt beschouwd als sectes en zijn verboden en worden ook onderdrukt. Maar bijvoorbeeld de christelijke kerken klagen al jaren, tijdens mijn verblijf tussen 2012 en 2015, heb ik daar reportages over gemaakt, dat zij geviseerd worden omdat zij westerse godsdiensten zijn. En zij worden gedoogd, maar als ze te veel zichtbaar zijn met grote kerken die ze bouwen, bijvoorbeeld in de omgeving van Shanghai, je hebt een streek waar heel veel christenen
Chinese christenen wonen. En ja, die hebben veel geld, dat is een zeer rijke regio. Die bouwen dus grote kerken. En als de Chinese overheid, de communistische partij, vindt dat de kerken te groot zijn, laten ze die weer afbreken. Hè? En als het kruis op de kerk te groot is, dan moet dat kruis eraf. Of komen de bulldozers ook. Daar zijn protesten tegen geweest. Maar dus, officieel is er godsdienstvrijheid, maar in de praktijk is het alleen maar vooral het boeddhisme en het confucianisme, ja, minder mate taoïsme, dat gedoogd wordt. En heeft het geloof en de godsdienst een invloed op het leven? Omdat heel veel Chinezen zijn gelovig geworden. Je hebt dat ook gezien in Oost-Europa. Met de val van het communisme daar zijn de godsdiensten daar ook geweldig opgekomen. Die hebben het vacuüm dat geslagen was door het wegvallen van het communisme eigenlijk voor een groot stuk opgevuld. In China is dat eigenlijk voor een stuk ook zo. Xi Jinping heeft zelfs die woorden in de mond genomen van omdat wij heel veel missen door het materialisme dat door de economische hervormingen is ontstaan en gegroeid in de geesten van de mensen, moeten wij teruggrijpen naar onze oude cultuur en naar onze oude religies en filosofieën. En hij, met woorden, zegt hij van wij moeten daarin investeren, geestelijk in investeren. Maar wel onder controle van de partij. Dus al die godsdiensten, als ze meemarcheren in het plan, in het project van de communistische partij, dan mogen ze voortbestaan. Als ze dingen doen die afwijken, dan is het gedaan. Dus dat is het altijd in China, op alle vlakken. Dus met religies, met de pers. Je kunt alles doen als het past in het kraam van de communistische partij en de communistische ideologie. Alles wat daar buiten valt, kan niet. En nog een volgende vraag. Om de brug te leggen naar de volgende lezing, dat is de lezing met Björn Soenes over Amerika. Dus Trump heeft in feite het conflict gezocht met China. Met iedereen, maar ja, oké, maar met China. Zal dus dat veranderen onder Biden? Wel, het is niet zo dat de Chinezen en de Amerikanen elkaar nu in de armen gaan vallen. Verre van. Want ook onder Obama waren er al zeer veel spanningen met China. Ook die handelsproblemen, het handelsonevenwicht, ja, dat heeft Obama ook al aangekaart. Hè. De toch wel assertieve houding van China, dat heb ik niet eens vermeld, maar op vlak van ja, de buurlanden en de Zuid-Chinese zee, die zij als hun eigen achtertuin of hun eigen vijver beschouwen, waarbij zij ingaan tegen internationale verdragen en zo. Dus op militair vlak hebben de Amerikanen al onder Obama een heel forse houding aangenomen tegen de Chinezen. Trump heeft dat voortgezet en heeft dat ja, wat ruwer allemaal gemaakt en is natuurlijk met die sancties begonnen, wat als een boemerang is teruggekomen, want de Chinezen hebben dan zelf sancties uitgevaardigd tegen Amerikaanse producten, waardoor de Amerikaanse boeren zeer veel schade hebben geleden. Sojaboeren bijvoorbeeld, varkensboeren, die zeer veel exporteerden naar China, hebben daar zeer zwaar onder geleden. Biden gaat dat allemaal wat properder, wat diplomatischer doen, maar denken dat de klok helemaal wordt teruggedraaid naar 20 jaar geleden, waar toen het Westen ontdekte dat China aan het opkomen was en toen we allemaal elkaar in de armen vielen. Die tijd gaat niet meer terugkomen. En Biden zal, net zoals hij dat met Rusland doet, zal ook zeer fors blijven tegenover de Chinezen. Goed. Dan denk ik dat we hier gaan afsluiten. Bedankt, Stefan Blommaert, voor deze zeer interessante lezing, zeer interessante voordracht. En die voordracht die legt natuurlijk een brug naar onze lezing in september, 3 september. Dan gaat het over Amerika, tegenhanger van China. Björn Soenes blijft weliswaar in New York, maar we zullen hem dus via een online verbinding met hem contact hebben. Dus wij sluiten nu ons eerste semester. En we starten weer op 3 september. Vanaf september, als alles goed gaat, hopen wij terug te beginnen met live voordrachten. En iedereen heeft, dus althans de mensen die deelgenomen hebben aan onze sessies, die hebben een vraag gekregen of zij geïnteresseerd zijn voor de online voordrachten. En wij gaan dat doen. We gaan dus
live voordrachten doen, maar we gaan die ook online aanbieden, tenminste op de dagen dat Eddie, onze, degene die voor de techniek gezorgd heeft, dat hij kan. Dus met andere woorden, het is bijna alles, behalve een paar uitzonderingen. Dus we zullen daarover berichten, hoe dus je kan inschrijven, wat je moet doen en dat soort zaken meer. Nu gaan wij, enfin, Eddie zeker, wij danken Eddie voor het technische. We danken Mark voor dus het geluid. Ja. Eddie gaat zeker op vakantie, want die vertrekt morgen al. Ja. En wij gaan binnenkort ook op vakantie en we hopen jullie ook allemaal. En we hopen jullie massaal terug te zien vanaf 3 september. Live vanaf, denk ik, 17 september. Dus, goede vakantie, rust uit en zorg ervoor dat het corona niet opflakkert. Dankjewel voor je aandacht.